dit is afval. En heeft het ook waarde, afval? Ja, het is een goede vraag. Als ik die vraag stel aan willekeurige mensen, dan krijg ik heel vaak te horen, nee, het heeft voor mij geen waarde, daarom gooi ik het weg. En een ander zegt, nou ja, ik weet niet precies wat de waarde is, maar 1, 2 cent, zoiets. En weer anderen zeggen, ja, ik recycle. Maar weet je, Herman, het gaat helemaal niet zozeer over de waarde, maar over de toegevoegde waarde. En die creëer je zelf. Dus je creëert net zoveel waarde uit dit stukje plastic als je zelf wil. Maar dan moet je wel omdenken. Hoe gaat het in de praktijk? Wat ga jij ermee doen? Wat we in de praktijk doen is twee dingen. We gaan eerst een beetje een soort ontdekkingstocht creëren in plastic. Of in afval, sorry. Achter op de verpakkingen staan altijd heel veel tekentjes. En daaruit weet je precies vast te stellen wat het is. Dit is bijvoorbeeld petverpakking. Nou, als je die bij de bron al een beetje scheidt, PET en PS en HDPE, het zijn de welbekende plastic soorten die we in huis hebben, dan leveren ze ontzettend veel geld op. En wat wij doen... Waar moeten we aan denken? Op dit moment krijgen de gemeentes €840 per ton. Dat is wel even heel wat meer dan oude kranten. Dat is wel wat meer dan metaal. En dat leeft eigenlijk om... Waarom weten we dat niet, Edwin? Ik moest het ook ontdekken. Ik weet niet waar het vandaan komt. En eigenlijk vind ik dat niet zo interessant. Ik vind het veel interessanter. Wat worden nu de stappen die we gaan maken om ervoor te zorgen dat we die waarde die dit materiaal heeft, dat we die niet meer achterloos in de vuilnisbak gooien, in de kliko, waardoor het in de verbrandingsoven komt. Maar dat we het gaan scheiden. En niet alleen denken over scheiden, maar ook richting geven waardoor het toegevoegde waarde krijgt. Wat is die toegevoegde waarde? Wat kun je er weer van maken bijvoorbeeld? Nou ja, je kan hier heel veel van maken. Als je naar grote industrieën kijkt, dan zie je heel vaak dat bijvoorbeeld een fleece shirt, dat bestaat al uit PET, hè? Dat is al gerecycled materiaal. Datzelfde geldt met hardloopschoenen. Er wordt van alles en nog wat met plastics gedaan. We hebben hier ook hele mooie voorbeelden waarbij letterlijk de kliko wordt gemaakt van restafval. Is jouw overhemd ook van misschien wel van petflessen gemaakt? Ja, ja, dit is het merk waarmee we gesponsord worden in een expeditie. En dit bevat heel veel gerecycled materiaal. Overigens, kledingindustrie is een van de verontreinigde industrieën die we hebben. En het meeste kleding komt niet weer terug als kleding. En daar laten we dus nog wel wat liggen met elkaar.